wordt vandaag de Roetje Knor Game gelanceerd. Wat houdt de app precies in? De app is de Roetje Knor Game. Het is een game voor kinderen tussen de 6 en 10 jaar. En de game zorgt ervoor dat de kinderen op een andere manier de stad gaan zien en beleven. Boy, jij bent de tekenaar van de Roetje Knor Game. Klopt, ja. Kun jij iets vertellen over de karakters in de game? Het is natuurlijk voor kinderen, de app. Dus we wilden iets wat kinderen aan zou spreken. Nou, dan kom je al snel een beetje op dieren uit. Dus een mil, daar kwamen we al gauw op uit. En dat is uiteindelijk Max Mil, onze stoere superheld geworden. De hoofdrolspeler van de game. Ja, inderdaad. En heeft hij nog twee andere superhelden die hem helpen. Dat is vliegersvlugge Momus. En Dina Duif. Super slim. En hoe word je dan de superheld van de stad? Nou, de Roetje Knor game is eigenlijk een beetje te vergelijken als Pokémon Go. Om opdrachten uit te voeren moet je wel genoeg energie hebben en moet je zoveel mogelijk frietjes door de hele binnenstad gaan verzamelen. Als je die frietjes verzameld hebt, dan pas ben je sterk genoeg om de opdrachten uit te voeren en de Rotterdamse superheld te worden. Zo, jij hebt de app al als allereerste gezien. Ja, klopt. En hoe vind je dat eruit zien? Ik vind het wel leuk eruit zien. Word jij de allernieuwste superheld van Rotterdam? Dat weet ik nog niet. Ga je je best doen? Ja, dat wel. Yes. En waar kan je de app precies vinden? Je kan de app downloaden via de Google Play App Store. Hij is nog niet beschikbaar voor de iPhone, maar dat duurt nog eventjes. Maar dat zal zeker in de toekomst het geval zijn.